Dit is een beeld met Thaise taal erbij. Kun je het zien? Ja. Ik zal het even aan de zaal laten zien. Wat denken jullie dat het betekent? En Noei, die mag even niks zeggen, want die kan het allemaal lezen. Hoewel, misschien ken je het spreekwoord niet, dat zou kunnen. Iets wat geld niet gelukkig maakt. Wat denken jullie online? Hetzelfde, ja. Geld maakt niet gelukkig. Ja. Corrie, gaat ook De even kijken. rijkdom zit van binnen. Huh? De rijkdom zit van binnen. De rijkdom zit van binnen. Oh ja, dat is mooi gezegd. Ja. Het zijn allemaal hele goede antwoorden. Goede antwoorden. Thijs, spreekwoord is. Top Pokha Ayuyun Moon Pi. Top Messi Taiwan Taikrung. Ja, En dat duidelijk. betekent in Nederlands letterlijk: als je een zakenman ontmoet, dan ben je 10.000 jaar oud. Maar als je een non ontmoet, dan sterf je elke dag. Dat is een moeilijke, hè? Ja. Worden jullie daar al wat? Is het al wat duidelijker voor jullie? Nee, ik kan er geen touw vastknopen. Dat zijn altijd de mooiste momenten. Dat betekent dat er toch wel veel cultureel verschil is. Maar ja, het spreekwoord, de uitdrukking hier, het betekent dat wanneer we iemand tegenkomen, dat we ja, ook andere ideeën krijgen afhankelijk van wie we tegenkomen. Als we een zakenman tegenkomen, dan gaat die zakenman, die gaat ons natuurlijk misschien een zakenman of een verkoper, hè? Paul K. kan allebei betekenen, maar meestal betekent het verkoper. Die verkoper die gaat ons natuurlijk zeggen van ja, als je een verzekering wil afsluiten, hè, ik noem maar wat, hè, ik noem maar een verzekering als voorbeeld, dan moet je zowel een hele goede levensverzekering hebben als een hele goede inboedelverzekering, een hele goede opstalverzekering. Dat noemen jullie in België een brandverzekering, geloof ik. En nou ja, allerlei verzekeringen moet je ineens hebben. Alsof je 10.000 jaar zal leven. Als je in een winkel komt en je wil iets kopen, dan probeert hij er meteen eventjes wat bij te doen. Kan ook een zij zijn, net zo goed. Zegt van ja, maar als je dit koopt, dan kun je beter dat erbij doen, zodat je meteen voor een goedkopere prijs het tweede product erbij en dit en dat. En zo word je eigenlijk van alles aangesmeerd. Met andere woorden, als je een verkoper ontmoet, dan ben je eigenlijk wel, dan heb je eigenlijk kun je van alles nog doen, heb je van alles nodig en ben je van alles. Alsof je 10.000 jaar zult leven. Kun je me volgen? Ik snap het nog Maar Maarten heeft hem door. Maar als je een non ontmoet, net als een monnik, die kunnen maar niet ophouden om over de dood te praten. Ik denk dat jullie me daarin wel kunnen herkennen. En dus als je zo iemand ontmoet, dan is het net alsof je elke dag overlijdt. Taiwan Taiprung betekent alsof je elke dag doodgaat. En ja, in dit geval wordt het voorbeeld van een non genoemd, kan natuurlijk ook een monnik zijn. Maar inderdaad, de meeste geestelijke tradities, of het nu christelijke kloosterlingen zijn of boeddhistische kloosterlingen. Zijn nogal vaak bezig met vergankelijkheid en dood. En we staan er wel bij stil om meer in het hier en nu te leven en ook meer de waarde van het menselijk leven te kunnen appreciëren. En dat dragen we ook wel eens uit naar andere mensen. Vandaar dat deze uitdrukking zegt: als je een monnik of non ontmoet, dan heb je het gevoel dat je elke dag doodgaat. Dus dat is de uitdrukking. Het is een beetje een grappige uitdrukking. Met andere woorden,
altijd als we iemand tegenkomen, dan worden we gevormd door diens gedachten. En dat is de aard van het leven. Dus het is belangrijk om zorgvuldig te kiezen met wie we omgaan. Maar het zegt ook iets over de aard van kloosterlingen, denk ik. En het is wel ook positief bedoeld. In die zin dat als je een kloosterling ontmoet, of iemand die spiritueel is ingesteld in het algemeen, dan heb je ook het gevoel al snel dat je wat meer de dingen in een verhouding ziet. Dat je het gevoel hebt van nou, er zijn niet alles is belangrijk in het leven. Sommige dingen zijn belangrijk. Terwijl als je een verkoper ontmoet, heb je het gevoel dat alles belangrijk is. En dat moet ik kopen, en dat moet ik kopen, en dit moet ik kopen, en dat moet ik kopen. Ja. Dus dat is... Die spiegelt je nog een heleboel tijd. Ja, inderdaad. En de monnik, die vertelt het verhaal al, in feite kun je elke dag klaar zijn om dood te gaan. Ja, elke dag ben je klaar. Ja, ja, dus als je helemaal in de nu leeft en je hebt alle lotgenaten en de wetgeving, kun je elke dag overlijden. Je bent elke dag klaar, je bent elke dag gereed om de dood tegemoet te zien. Ja, dat is het inderdaad ook. Terwijl de verkoper die wil eigenlijk dat je altijd een deelbetaling aangaat, dat je altijd gaat leasen, dat je investeert in de toekomst. Je bent eigenlijk altijd voortdurend bezig om het heden te ontkennen. Ja. Maar natuurlijk is het een heel negatief beeld van verkopers, maar dit is een beetje om de tegenstelling duidelijker te maken. Ja, dus eigenlijk gaat het niet om een verkoper is of kloosterling, het gaat natuurlijk om levenshouding.